In naam van Vlaams minister van Bestuurszaken, Lisbeth Homans, heb ik de eer om vandaag een kort woordje ter afsluiting van deze dag te geven. Zoals de voorgaande jaren al bewezen hebben, denk ik dat we vandaag kunnen terugblikken op een geslaagde vierde editie. Nu, Vlaanderen heeft ondertussen al heel wat gerealiseerd op vlak van open data. We hebben ons open dataportaal, waar intussen toch wel 2300 datasets ter beschikking staan. We hebben 140 geodatabanken ter beschikking. We hebben de resultaten van de VIP-projecten die vandaag ook deels zijn voorgesteld. Mooie realisaties tot hier, dat mogen we gerust met enige fierheid zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat we de komende jaren op onze lauren mogen rusten. Nu, met de oprichting van het departement Informatie Vlaanderen, dat weldra zal samengevoegd worden met het agentschap Geografische Informatie Vlaanderen, het AGIF met andere woorden, kunnen we vandaag de krachten gaan bundelen en nog een serieuze groeibeweging maken. We leggen de lat hoog in Vlaanderen en we hebben een aantal uitdagingen voor de boeg en die wil ik graag nog eventjes kort toelichten. Nu, data moet niet enkel beschikbaar zijn, maar zo gestructureerd zijn dat die sets ook compatibel zijn, dat ze gemakkelijk bruikbaar zijn in praktijk, dat ze vlot met elkaar samenwerken. Nu, we mogen daar als Vlaamse overheid gerust streven naar 5-sterren data, de zogenaamde linked open data. En we moeten daarbij inzetten op die domeinen waar dat de informatiebehoeften het grootst zijn, rekening houdend met de digitale samenleving anno 2015. Excuseer. Informatie Vlaanderen zal zijn expertise rond locatiegebonden informatie en open data daardoor bundelen en inzetten op het verder uitbouwen van een aantal basisregisters. Ik denk aan adressen, gebouwen, percelen, wegen, waterlopen en dit allemaal volgens de principes van dat linked open data. Nu, een tweede pijler waar we moeten op inzetten is de uitbreiding van het aanbod. Vandaag zijn er heel wat overheidsdatasets die nog niet beschikbaar zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het GRB en sommigen onder u zijn daar op aan het wachten. Een investering van 100 miljoen euro, gefinancierd door de nutsector. Nu, het GRB zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 januari 2016 ter beschikking gesteld worden als open data. Nu, niet onbelangrijk, u kan er alle mee aan de slag en ik geloof er werkelijk in dat we heel nuttige dingen kunnen bouwen met het GRB. Onbekend is onbemind, zegt men vaak in de volksmond, maar ik heb de laatste maanden heel wat mensen ontmoet, heel wat early adopters ontmoet die aan de slag gaan met open data. Maar ik ben van mening dat we als Vlaamse overheid meer moeten inzetten op bewustwording. Organisaties, scholen, bedrijven aan de slag laten gaan met de datasets die wij hen kunnen aanbieden, zodat zij toepassingen kunnen ontwikkelen die voor iedereen het leven makkelijker maken. Nu, men zoekt vandaag nog steeds naar oplossingen die heel wat geld kosten, soms minder kwaliteit geven naar datakwaliteit toe. En we moeten op zoek gaan naar nieuwe instrumenten om de data te brengen waar ze moet zijn en de meerwaarde te maximaliseren. En die troeven, die kaarten, hebben wij als Vlaamse overheid in handen. Sinds 2011 voeren wij een actief beleid rond open data, waar we trots op mogen zijn. En minister Homans zal dit samen met de leden van de Vlaamse regering ook verder blijven doen. Ik hoop dat u een heel boeiende, leerrijke dag achter de rug hebt. Ik geef graag het woord terug aan Noël. En ik wil u uit naam van de Vlaamse regering ook nog wel danken voor uw aanwezigheid en uw inzet vandaag. Dank u wel.